Hallo, goedemorgen. Het is vandaag woensdag en we beginnen de dag met een ratslag. Dus ik ga nu de spullen inpakken, Jolen van school afhalen en dan gaan we naar Daniel toe. En dat doe ik met mijn moeder en mijn oma. Nou, met Jola erbij, dat is dus 4 generaties in Daniel. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away. Heb je er zin in, joh? Ja! Ja! Zo, we zijn er. En we gaan nu eventjes op zoek naar omi en oma. Ik ging vroeger heel vaak naar Duinril. Had mijn moeder zo'n seizoenspas. Of we gingen binnensneaken via de camping. Wat? Binnensneaken? Ja. Hallo! Hallo! Ja. Mijn oom uit Brazilië, Gabriel. Oké, attractie nummer 1. We gaan in de... Ja, het is gewoon een heel klein, allerklein achtbaantje die er bestaat, volgens mij. Oeh, Jona bent te eng. Ik zit vol in, jongens. Vroeger ging ik dus ook altijd hier staan. Jullie gaan zeiknat worden, hè? Je weet het, hè? We gaan proberen weg te redden. Ja, 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 ja. Pas op, man. Ah. Oh no! Ah, te laat! Ik ben te laat! We willen wel dit nu al. Blijf dan wel. Een mini fidget spinner. En hij doet het ook nog. Kan je hem ook op je neus zetten? Hij blijft plakken aan mijn vinger. Wauw! Wat zijn we al? Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. You dark brown eyes reflect. Het was dus een verrassing van mijn moeder dat mijn oom uit Brazilië ook hier is. Die zit al voor 3 maanden in Nederland, dus ik wist wel dat hij in Nederland was. Mama! Maar hij is er dus vandaag ook bij. Maar goed, ik loop nu dus met een van zijn kinderen en Jola. Ja? En het probleem is, Jola die wil niet meer zo graag in enge dingen. Maar hij wel. Dus we zitten een beetje in dubio steeds. Gaan we eerst hier dan, ja? Oh, andere. Oh, true. Oh, hij zegt eerst een andere. Oh jee. Hij is helemaal hyper, Hessie. Oh, hij wil hierin, help! Jij wil het echt, hè? Ja? Echt? Hey, mag niet van haar vaste vader, denk ik.
Jawel hoor, hij is er al in geweest net. Hij wil nog een keer. Ja, echt. Oh! Ga jij mee? Nee. Oh nou, oh. Loet, 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 loet. Ja, het was echt genieten. Zo! Zo, we gaan nog even voor een pannenkoekie. Niemand ziet iets hoor. Niemand ziet dat je de tas aan het uitmesten bent. Dat vol zit met afval van Puma. Die dat uit een vuilnisbak heeft gehaald. En in de tas heeft gestopt. Maakt even niks uit hoor, kan gebeuren. En wat heeft Jola besteld? Drie keer raden. Drie keer raden. Ik laat jullie eerst even raden voordat ik iets wil zeggen. Wat heeft Jola besteld? Zeg maar op jullie Nutella pannenkoek. En mijn moeder vond het leukste de kwikkel kwakkel kwibbel show. Oh ja, dat wil ik even vergeten te vragen hoe dat was. Vond ze zo geweldig. Ja? Ja, wat? Ze zegt dat hebben, hier, dat hebben we hier helemaal niet. Dat hebben we hier helemaal niet? Waar niet? En waar ze nu woont. Oh ja, nee, dat hebben ze daar niet. Maar dat hebben ze ook niet waar ik woon hoor. Dat kan allemaal. Wat u van de show vond? Van de show? Ja, u was toch naar een show geweest? Ja, dat kan wel, maar regelmatig dat doe ik wel. Ja? Dat weet ik niet hoor. Nee, weet je niet meer. Je was naar een show met kwikkers en kwebbers en kwapels. Zeg even dit doen hoor. Want ik ben mijn geld kwijt, dat is gemeen. Iedere keer ben ik het kwijt. Zo, wat was zij nou? Hoe was uw dag vandaag? Hoe was uw dag? Hoe was uw dagje? Ja, ja. Heel verschillend en heel erg leuk. Ja, hè? En gezellig. Ook gezellig. En we hadden ook heel mooi weer. Ja, dat was echt zo. Ja, dat was echt heerlijk weer. Ja. Het is wel echt een aanrader om dat gewoon te doen op woensdagmiddag wanneer de vakanties nog niet begonnen zijn. Want het was super rustig, super lekker weer, overal parkeerplek. Ja, wat wil je nog meer? Alleen het enige is dus dat we hier pas vanaf 1 uur konden zijn. En daardoor wel iets minder tijd hadden dan wanneer je dus een hele dag hier bent. Maar ja, aan de andere kant, je kan wel bij alles zo doorlopen. Dus eigenlijk heb je dan wel weer die tijd ingehaald. Ik realiseerde me dus vandaag bij Duinbril eigenlijk pas weer wat ik echt super veel jeugdsentiment heb daar. En wat het eigenlijk gewoon echt een super leuk park is. Omdat het is net niet te groot, weet je. Je kan net nog overal een beetje heen. Er is eigenlijk voor alle leeftijden wel iets te doen. En wanneer je er echt een lange dag van wil maken, kun je ook nog het zwembad daarna erbij doen. En zelfs voor de woensdagmiddag was het gewoon prima te doen. Het is wel dat we gespaarde kaartjes hadden of met korting of zoiets. In ieder geval mijn moeder die had die geregeld. Bart is aan het sporten, dus ik wacht nog heel even tot hij thuis is. Ik ga even met mijn voetjes omhoog, aangezien ik veel gelopen heb vandaag. En oh ja, over mijn nek. Het gaat een stukje beter, anders was ik natuurlijk ook niet in de attracties gegaan. Het blijft toch wel op dit moment nog echt gewoon een gevoelige plek. Dus ja, dat weet ik nu. Dat ik een gevoelige plek in mijn nek/rug heb aan de linkerkant. Moet ik daar goed op gaan letten.